testen. Wie zich een beetje ziek voelt en denkt dat hij COVID heeft, die moet zich laten testen. We nemen een batterij aan maatregelen om ervoor te zorgen dat de huisartsen niet bezwijken onder de last die dat meebrengt. Zo zal het vanaf volgende week mogelijk zijn dat iemand die zich wat ziek voelt en denkt dat hij COVID heeft, gewoon een website raadpleegt. En als het resultaat van de consultatie van die website is dat je moet laten testen voor COVID, dan krijg je automatisch een code. Je moet niet naar de huisarts en je kan naar een testcentrum of naar de apotheker. En overigens, ik ben overleg opgestart met de sociale partners die daarin de baas zijn, om ook in die omstandigheid, iemand moet zich laten testen wegens symptomen, om ook in die omstandigheid te zeggen dat die persoon thuis kan blijven zonder medisch attest, totdat bewezen is dat de test negatief is en die persoon terug gaat werken. Zodanig dat we ook voor dat ziektebriefje in deze bijzondere omstandigheid de huisarts niet moeten lastigvallen. Daarover is deze namiddag het overleg opgestart met de sociale partners. En we nemen nog